welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuwe collectie testen, een nieuwe make-up collectie van Zara. Ik had geen idee dat Zara met make-up was uitgekomen, maar ik ben door jullie bericht over deze collectie. Dus super bedankt daarvoor, anders was ik helemaal niet op de hoogte geweest van heel deze collectie. Jullie hebben mij gevraagd of ik de nieuwe Zara make-up wil reviewen. Dus ik ben gelijk naar de Zara website gegaan en heb allemaal producten besteld. Het is niet echt een hele grote collectie. Ik verwachtte echt een hele volledige collectie, zoals bijvoorbeeld H&M dat ook heeft. Het zijn wel wat producten, maar niet echt heel veel. Maar ik heb gewoon een aantal producten besteld. Van elke make-up categorie heb ik minimaal één product besteld. Het enige wat ik niet heb besteld is de eyeliner pen, want die was er nog niet. Ik klikte erop en er stond dat die nog niet te bestellen was. Maar voor de rest was alles er al wel gewoon. En het zag er allemaal... Het ziet er oké uit. Ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit. Qua prijs is het een beetje in de middencategorie. Niet heel goedkoop, maar ook absoluut niet duur. Dus dat vind ik top. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar deze make-up. Ik hou van de Zara kleding. Dus ik hoop gewoon dat de make-up ook even leuk gaat zijn. Dus ja, we gaan gewoon vandaag al deze make-up testen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik heb mijn hele basis make-up al gedaan. Zoals je kunt zien, foundation, concealer, poeder en contour. Want die producten heeft de Zara niet in hun collectie. Maar voor de rest heb ik hier wel een heleboel leuke producten. Dus laten we snel beginnen. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de kwaliteit. Oh, ik zie dat ik een product mis. Ik had 2 lipproducten besteld en ik heb er maar eentje hier. Ik weet niet of ik hem niet binnen heb gekregen of dat ik hem gewoon ben kwijtgeraakt of zo, maar ik mis dus 1 lipproduct. Ik weet niet wat ik de laatste tijd heb met steeds allemaal make-up te verliezen. Ik had het laatst ook al in een andere video en nu heb ik het hier weer. Ik mis gewoon 1 lipstick. Maar ja, het zal wel. Ik ga beginnen met de ogen en ik heb hier een oogschaduwpaletje en een losse pigment. Ik ga beginnen met dit oogschaduwpaletje. Ze hadden echt een aantal versies van dit paletje en ik heb het paletje Till Dawn. Ik denk dat dat de naam van dit paletje is. En wat mij ook opviel is dat alles refillbaar is. Dus van bijna alle producten hebben ze een refill optie. Dus als er 1 kleur op is of whatever, dan hoef je niet gelijk weer helemaal het paletje opnieuw te kopen. Je kunt dan gewoon 1 kleur of een aantal kleuren opnieuw loskopen. En dat vind ik best wel een handig concept. Alle verpakkingen zijn allemaal zo mooi wit. Heel erg mooi. I love it. Ik hou altijd van dit soort gewoon beetje simpele verpakkingen. Dat heeft altijd wel iets. Oké, dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Het is best wel apart. De shape is best wel apart. Het is zo alsof het zo schuin afgesneden is of zo. Voor de rest is het gewoon heel simpel en makkelijke verpakking. Ik denk ook dat ze de verpakkingen heel simpel hebben gehouden om de prijs ook gewoon laag te kunnen houden. Oeh, dit ziet er echt heel cute uit. Kijk deze inhoud. Deze kleuren zien er echt prachtig uit. Ik vind het paletje er in het echt beter uitzien dan op de foto's online. We krijgen ook een spiegel. Dus qua verpakking vind ik het echt heel erg cute. Het paletje voelt ook best wel zwaar aan. Het voelt echt best wel gewoon luxe aan, terwijl het niet per se heel luxe is. De prijzen zijn niet heel hoog. En de kleuren zien er echt heel meer uit. Dit zijn echt van die mooie everyday alledaagse kleurtjes. En dan heb ik hier ook nog een los pigment in de kleur Fade to Gold. Die hadden ze ook in een aantal kleuren en ik dacht ik bestel die er ook bij. En die ziet er zo uit. Ook weer zo'n makkelijke, simpele verpakking, maar wel een beetje apart, want de dop is gewoon groter dan de rest. Heel apart. De kleur is wel heel mooi. Het is echt zo mooi bronzy. Het is een losse pigment. Ik had niet in de gaten dat het een los pigment was. Ik dacht online te zien dat het een liquid pigment was. Maar dat ligt gewoon aan mij. Ik heb gewoon vast niet goed opgelet. En dan heeft het zo'n applicator. Dat is wel apart. Dat zie je niet heel vaak bij losse pigmenten. Dus dit vind ik wel apart. Ik vind de kleur wel echt heel erg mooi. Maar zo'n applicator vind ik niet heel fijn. Want ik heb nou al gelijk overal hier geknoeid. Dus daar hou ik persoonlijk niet zo van. Maar voor de rest is de kleur wel heel erg mooi. Dus dit leek me echt een hele mooie combinatie. Oh mijn god, volgens mij is er een beetje van het losse pigment in mijn keel gegaan. Maar goed, dit leek mij dus echt een hele, hele mooie combinatie. Dus hiermee gaan we een lookje maken. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Jongens, ik kan echt niet wachten om dit paletje te gebruiken. Ik vind hem echt zoveel beter uitzien dan op de foto online. Online, ik dacht echt nee, dit gaat echt niks worden. Maar nu ik het zo in het echt zie, ik denk echt wel dat het mooi gaat zijn. Ik hoop echt dat het gewoon allemaal goed gaat blenden en gewoon goed aanbrengt. Er zijn 2 matte kleuren in het paletje. Deze oranje kleur en deze beetje taupe kleur. En de rest zijn allemaal glanzende kleuren. Dus je moet wel echt houden van glanzende kleurtjes als je dit paletje koopt, anders is het al niet waard. Ik ga beginnen met een beetje taupe-achtige bruine matte kleur hier. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Cost.
En die breng ik gewoon zo aan in mijn hele arcaarboog. Dit paletje is echt ook ideaal voor op reis of zo. Je kunt hem echt zo makkelijk in je hand vasthouden en zo gebruiken. Ik denk dat ik deze ga meenemen naar Spanje, want daar ga ik heen op 2 juni. Daarvoor lijkt deze mij wel echt ideaal. Dan ga ik in met deze oranje matte kleur. Die breng ik ook een klein beetje aan in mijn arcaarboog. Niet al te veel, gewoon een klein beetje om het iets warmer te maken. Dan ga ik allebei die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan pak ik weer een klein beetje van die bruine kleur. En die breng ik dan nog een beetje extra aan hier in de buitenste hoeken. Om het daar weer een beetje wat donkerder te maken. Nou, dit ging echt helemaal prima. Echt twee prachtige kleuren. Nou ga ik even een halve catcrease maken met concealer. Ik gebruik daarvoor deze Elf Campbell concealer in de kleur Medium Sand. En ik gebruik deze kwast van NYX Cosmetics nummer 14. Oké, dan ga ik nou in met de glanzende kleuren. Ik weet niet echt wat ik wil gaan doen. Ik denk dat ik gewoon ga voor bronzen, want ik heb ook dit losse pigment. En dit pigment lijkt denk ik het meeste op deze kleur hier in het midden. Dus ik denk dat ik gewoon deze kleur ga aanbrengen als soort van basis voor dit losse pigment. Oké, er is echt een heel klein beetje fallout, maar het is echt heel minimaal. Deze kleur brengt ook echt prachtig aan, zie je dit? Ik moest wel echt een aantal laagjes aanbrengen om het zo heftig te krijgen, maar het lukt uiteindelijk wel, dus dat is top. Dan pak ik weer die bruine matte kleur en die breng ik dan weer hier een beetje aan in de hoeken en blend het in met die glanzende kleur. Dan is het tijd voor dit losse pigment, die ga ik aanbrengen op de glanzende kleur die ik dus net heb aangebracht. Dit is een los pigment, dus je moet het wel aanbrengen met een beetje lijm. Dus ik breng dit pigment aan met deze glitter. De lijm van BH Cosmetics. Wat ik dan doe is dat ik eerst een beetje lijm aanbreng op het hele gebied waar ik wil dat het losse pigment komt. Gewoon een klein beetje, hoeft niet al te veel. En omdat dit losse pigment een applicator heeft, ga ik gewoon in met de applicator. Deze kleur lijkt wel echt heel veel op de kleur uit het paletje, dus ik denk dat je hem bijna niet eens gaat zien. Oh my god. Ja, de kleur lijkt echt heel veel op de kleur eronder. Maar je kunt wel zien dat hij het iets heftiger heeft gemaakt en iets lichter. Zie je het verschil met deze andere kant? Dit is dus hoe het was. En dit is met het losse pigment erop. Het losse pigment heeft het helemaal zo heftig gemaakt. Echt super duper mooi. I love it. Dit pigment heeft het echt gewoon helemaal naar een ander level gebracht. Zien we dit verschil, jongens? Wauw, echt heel erg mooi. Oh my god, ik ben echt helemaal obsessed met dit pigment. Ik vind het zo mooi. Oh my god. Dan pak ik nog voor de laatste keer een beetje van deze bruine matte kleur weer. En dan ga ik die nog één laatste keer hier zo inblenden met die glanzende kleur, met het losse pigment. En dan ben ik klaar. Dan ga ik ook nog in met deze lichte glanzende kleur. En die breng ik zo aan in de binnenste ooghoeken. En dan zijn we klaar. Dit is de ooglook. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super mooi. Daar ben ik weer. Ik heb eventjes snel mijn ogen helemaal afgemaakt met mascara en nepwimpers. De wimpers die ik op heb zijn van Sosu in de stijl Desire. Deze zijn te koop bij de Primark. En nou is de ooglook helemaal af. Wat vinden we ervan? Ik heb ook een bruine eyeliner aangebracht. Dat vond ik wel mooi staan met de look. Ik wilde gaan voor zwart, maar ik dacht bruin is misschien beter met deze mooie look. Ik vind het echt heel erg mooi geworden. Dit paletje is echt heel erg mooi. Is het het beste paletje ever? Dat niet per se. Qua blending kon het iets beter gaan, iets makkelijker gaan. Maar uiteindelijk is het gewoon helemaal goed aangebracht. Er is ook helemaal geen fallout. De glanzende kleur was ook echt heel erg mooi. Kleuren, ik heb er 2 gebruikt trouwens. Dus ja, zeker ook voor de prijs. Het is geen hele hoge prijs. Vind ik dit echt wel een mooi paletje. Ook heel erg handig voor in je tas, voor to go. En dit pigment is echt amazing. Die heeft deze look echt naar een ander niveau gebracht gewoon. Oké, het volgende product is ook zo'n paletje. Alleen is dit een gezichtspaletje. De paletjes zijn echt identiek aan elkaar. Alleen dit is oogschaduw en dit is voor je gezicht. En dit is een paletje met 3 verschillende kleurtjes erin. Het is bedoeld als 2 blushes en 1 bronzer. Maar dit kan ik echt niet als bronzer gebruiken. Ik heb echt heel erg lang getwijfeld welke versie ik moest halen. Want ze hebben hier ook een aantal versies van. Ik ben uiteindelijk toch voor deze versie gegaan. Ik zie verder geen naam erop staan of zo. Maar alles staat sowieso beneden in de beschrijving wat ik vandaag gebruik. En ook dit paletje is weer opnieuw hervulbaar. Dus ook super handig. Je hoeft niet weer heel dit paletje opnieuw te kopen als 1 of een aantal kleuren op zijn. Je kunt gewoon de kleuren apart kopen en weer erin doen. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik vind de blush kleurtjes er wel echt heel mooi uitzien. Alleen deze bronzy glanzende kleur, ja, daar kan ik gewoon echt niks mee. Het is niet geschikt als bronzer, maar ook niet als highlighter. Of is het misschien wel mooi als bronzer? Nou, ik het zo swatch, vind ik het op zich wel mooi.
De swatch was echt amazing. Oh my god. Ik ga toch even proberen aan te brengen als bronzer. Ik heb al bronzer op, maar dat maakt even niet uit. Ik moet wel zeggen dat dit paletje met zo 3 kleurtjes niet echt handig is als je wilt ingaan met een grote kwast. Want ja, het lukt dan niet echt om maar 1 kleur op te pakken. Maar ik doe gewoon mijn best. Ik pak gewoon alleen maar die kleur op. Het is wel echt glanzend. Dus het is wel echt een glanzende bronzer. Oké, nee. Oh my god. Nee, heel mijn voorhoofd gaat glanzen. Oké, nee. No. Dit is niet mooi als bronzer. Oh my god. Maar de 2 blushes lijken mij wel heel mooi. Ik denk dat ik ze gewoon allebei ga mixen. Ik pak gewoon een beetje van allebei zo. En dan breng ik het gewoon zo aan. Heel mooi. Kijk hoe mooi deze blushkleur is. Ik vind het heel mooi. Vooral zo samen gemixt. Je kunt ze ook apart gebruiken, obvious. Alleen ik vind ze iets te klein om apart te gebruiken. Ik weet niet eens. Mijn kwast is zo groot dat hij al automatisch allebei de kleuren pakt. Ik vind het nou wel zonde dat je dus al 1 kleur niet kunt gebruiken. Tenminste ik. Maar ik denk dat de meeste van ons deze kleur echt niet gaan gebruiken. Het is echt super glanzend. Ik bracht het hier zo aan op mijn voorhoofd. En ik begon gelijk helemaal zo allemaal textuur te zien. Nou, dat is echt wat je absoluut niet wilt. Voor de rest brengen op zich de 2 blushkleuren wel gewoon mooi aan. I like it. Ik ga heel even snel highlighter aanbrengen. Want dat had deze collectie ook niet. Ik gebruik mijn Anastasia Beverly Hills highlighter. De Iced Out highlighter. Deze is echt super, super mooi, jongens. Oh my god. Dan ga ik nou verder met de laatste 2 producten. En dat zijn lipproducten. Ik zei net dat ik er eentje kwijt was. Maar dat is helemaal niet. Ik heb hem al gevonden. Dus er is niks aan de hand, jongens. Ik heb zowel een normale lipstick als een soort van andere balm lipstickachtig iets. En ik ga beginnen met de normale lipstick. De normale lipstick komt gewoon helemaal leeg aan. Want het is ook weer zo'n refill product. Dus dit is de lipstick. Dit is waar de lipstick echt in zit. En je kunt deze dan zo hierin klikken. En dan creëer je de lipstick. Dus ook deze lipstick hoef je niet heel te opnieuw te kopen. Je kunt gewoon elke keer de kleur loskopen. Ik vind dit echt zo'n fantastisch concept. Het scheelt zoveel kosten. En het is goed voor het milieu en allemaal dat soort dingetjes. Kijk, nou heb ik hem er gewoon ingeklikt. En nou heb ik gewoon een normale lipstick. En dan gaat hij gewoon weer zo mooi dicht met een soort van magneetje. Dus ook deze verpakking voelt weer super, super luxe aan. Alleen er staat nou geen kleurnaam op. Omdat het dus refillbaar is. En de verpakking niet weet welke kleuren jij erin gaat doen. Maar ik heb een nude kleurtje. Maar zoals ik al net ook al zei. Ik zet alles in de beschrijving. Dus ook deze kleur. Deze kleur ziet er echt prachtig uit. Het is een matte lipstick. Kijk even hoe mooi dit is. Beetje een roze kleur met een paarse ondertoon en heel erg mooi mat. Dus deze ga ik even aanbrengen. Ik ga wel de lipstick combineren met dit lippotloodje van MAC in de kleur Whirl. Mensen, deze lipstick ruikt ook lekker. Het ruikt naar citroen of zo. Het heeft zo'n fruitige citroengeur. I love it. Deze kleur is ook echt fantastisch. Het is echt een fantastische kleur. Heel mooi nude. Het heeft een matte finish, maar het voelt wel heel creamy aan. Het voelt een beetje als een MAC lipstick. Dus ik vind hem heel erg fijn. Echt een fijne lipstick. Deze ga ik zeker 2 vaker gebruiken. En dan heb ik hier de 2e lipstick. Dit is een beetje meer een balm lipstickachtig iets of zo. En deze komt ook zo aan met een lege tube en dan hier het kleurtje. Hierbij ben ik gegaan voor een iets meer felle kleur. Zoals je kunt zien is het echt een rode kleur. Deze is weer gewoon leeg. En dan moet ik gewoon volgens mij dit er gewoon zo in doen. Oh, dit is de lipstick. Die kan er zo in. En dan heb je gewoon zo een lipstick. Ook weer een superleuk concept. Ik ga even deze lipstick eraf halen en dan deze rode aanbrengen. Oké, dit is echt een creamy lipstick. Heeft ook echt een creamy finish. Ik vind de kleur heel erg mooi. Een beetje een rode kleur met een beetje een oranje ondertoon. Heel erg mooi. Brengt heel balmachtig aan. Ook vind ik de applicator heel erg fijn. Het is zo smal. Het is echt zo'n hele smalle, dunne tube. Dus je kunt zo lekker secuur werken. Dat vind ik heel erg fijn. Daardoor kon ik gewoon lekker netjes binnenin de lijntjes blijven. Dus deze vind ik ook heel erg fijn. Wel weet ik nu al wat ik niet fijn ga vinden. Is dat ik voor een felle kleur ben gegaan. En dit een creamy lipstick is. En een creamy lipstick verschuift gewoon. En als een felle kleur gaat verschuiven, wordt heel mijn gezicht rood en zo. Dus ik ben wel een beetje bang dat dat gaat gebeuren. Ik had eigenlijk beter deze in een nude kleur kunnen doen. En deze in een fellere kleur. Want een matte lipstick verschuift niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vind hem heel erg mooi. Hij hydrateert mijn lippen lekker. Hij voelt lekker zacht en nattig aan, zeg maar. Dus dat vind ik heel fijn, omdat ik ook droge lippen heb. Dus dat voelt altijd heel erg fijn aan. Dus als je houdt van iets meer hydratatie, iets meer glans, dan gaat deze lipstick meer geschikt zijn. En als je houdt van een mooie matte lipstick,
dan deze. Ik vind ze allebei fijn. En dat was het dan, jongens. Dat was de hele collectie. Nou, jongens, dit was me weer een avontuur. Maar wel een leuk avontuur. Want het ging allemaal echt best wel goed. Ik vind de hele collectie fijn. Elk product dat ik vandaag heb gebruikt, vind ik fijn. Ik vind ook echt het oogschaduwpaletje. Oh my god. Ik vind het echt het schattigste paletje ever. Als deze kleuren jou niet aanspreken, er zijn nog een heleboel andere kleuren. Het bracht gewoon helemaal top aan. Dit pigment is ook echt wowie. Lipproducten vind ik ook heel erg fijn. Die nude matte lipstick ga ik ook nog heel vaak gebruiken. Dus ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. Ik vind ze ook allemaal echt wel gewoon de prijzen waard. Ik vind het gewoon hele eerlijke prijzen voor wat je ook krijgt. En wat ik echt, echt het allerleukste vind aan deze make-up is dat het allemaal refillbaar is. En dat je dus niet de hele tijd helemaal het hele product opnieuw hoeft te kopen. Dat vind ik echt top. Laat me beneden weten in de reacties wat jij van alle make-up vindt en van deze make-up look. Ga jij ook iets aanschaffen? Heb je al iets aangeschaft? Let me know. Ik vind het altijd leuk om te kletsen met jullie en dat allemaal te weten. En ja, ik ben gewoon heel blij dat het goed is gegaan, want ik was van plan om deze make-up de hele dag op te laten. Dus als het niet goed was gegaan, dan was het een beetje een bummer geweest. Maar gelukkig kan ik het gewoon oplaten. Ik ben er echt heel erg blij mee. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!